Op 27-jarige leeftijd was de dochter van Maximiliaan, Margaretha van Oostenrijk, al 3 keer uitgehuwelijkt. Eerst aan de toekomstige koning van Frankrijk, daarna aan de toekomstige koning van Spanje en ten slotte aan de hertog van Savoie. Daarna had ze er genoeg van en wilde ze zelf een rol spelen in de politiek. Maximiliaan stelde haar aan als regentes in de Nederlanden. Ze nodigde geleerden uit zoals Erasmus voor de opvoeding van de latere Karel V. Ze liet een fraaie residentie bouwen in Mechelen voor haar werkzaamheden. En ze versierde haar privévertrekken met schilderijen van beroemde meesters, zoals bijvoorbeeld Jeroen Bos. Belangrijker echter was dat ze Karel V hielp om keizer van het Heilige Roomse Rijk te worden. En nog belangrijker, ze realiseerde tot 2 keer toe in vrede met Frankrijk, waartoe Maximiliaan en de Franse koning niet in staat waren. De tweede vrede werd gerealiseerd door Margarethe en de moeder van de Franse koning. Daarom is deze vrede ook bekend als de Damenvrede van Cambrai. Op deze wijze droeg zij bij aan de welvaart in Vlaanderen en omsteken. Daarom is ze ook geëerd met een groot standbeeld in het centrum van Mechelen. Over dit bewogen leven is in roman verschenen onder de toepasselijke titel Van speelbal tot speler, die momenteel in de boekhandel verkrijgbaar is. Is the sky's in the moon? When the dust is shaken?